Ja, dat gaat goed. Nou, poging 2 om eruit te komen. Er klom iemand omhoog in die boom. Oké. Okay. Het leek wel een aap. Echt, het leek echt op een aap. Bigfoot. Denk je het niet? Dat zou niet zo zijn, maar. Ik denk dat het niet zo. Nee, kijk, ze zijn hier beneden aan bezig met houthakken. Misschien dat er een houthakker in de boom is geklommen. Wel leuk dat jij dat weer ziet. Ze hadden voor mij pakken ook twee lepelaars over. Oké, twee lepelaars. Gaat het goed? Ja, ik ben helemaal blij. En daar staan we dan in Kumund. Papa is even kijken of er nog een of we hier sowieso kunnen staan of dat het gereserveerd is. Maar zover we nu kunnen zien, staan we hier goed. Dus verderop zit een riviertje nog. Straks gaan we wel wat verder kijken. Nou, aangekomen op onze plek. Ja, en Jippie die loopt binnen buiten. Jippie, kom maar.
kom maar bij de baas. Ja, liefie. We zijn aangekomen in Gemoend. Het is de tweede keer dat Jippie al ontsnapt, hè. Dondersteen. De lieverd. Dondersteen. Op de hele weg zit te hoesten. Maar ja. We zitten hier ook tegenover een parkie. We kunnen hier wandelen. Er zit een dorpie. Dat is wel leuk. Moet leuk zijn, laat ik het dan maar zo zeggen. En er waren niet zo heel veel plekken meer. Hé Lies, we hebben geluk gehad. Ja, je hebt nog verderop wat plek, zeg. Nou, niet veel. Je hebt maar één plekje nodig, toch? Ja, en de kabel die was te kort. Dus ik heb de auto in de grid moeten zetten met de voorwiel, anders haalde ik het niet. Goeie leer voor de volgende keer, extra kabel mee. Nou, van achteren naar voren. Daar is dan wij. Het is al bijna een fabriek hoor. Of een fabriek, het is wel een grote plaats bedoel ik. Hé Lies? Het is een grote plaats hè? Ja, mooi zo. Kijk zo van deze kant op. Allemaal honden, allemaal wandelen hier ook in de heuvel. Nou, wij gaan even bij het huisje kijken waar we betalen moeten. En vervolgens gaan we even het dorp in. Ja? Ja, zeker. Dat ziet er wel mooi uit, zo Fik. Zeker. Ik denk dat je hier ook best wel de nodige forelletjes vangen kan. Stroomt dus een jekko. Heel helder water ook. Ja. Kijk, daar is zelfs een soort van stroomversnellingje daar zo achteraan. Ja. Straks even heen lopen. Het stroomt echt heel hard. Nou hè. Ja, het heeft toch wel veel geregend, hè? Misschien heeft dat er ook wel mee te maken, ik weet het niet. Geen idee. Kijk, een superleuk wandelpad langs een heel snel stromend riviertje hier zo. Toch, Lies? Ja, echt heel leuk. Je hebt daar ook een bordje nog staan, dat je een wandelroute. Allemaal routes hebben ze hier. Kijk, daar heb je ook Elf Tijg of zo. Ja. Er zijn er meerdere. Straks eens even kijken. Eerst wat eten. Ah. Weet je we tenminste zeker dat we vanavond naar de wc kunnen? Is toch leuk, hè? Ja, even een beetje warm hoor, het is eigenlijk best wel fris. Nou, ik vond het wel leuk eigenlijk vandaag, die rit ging ook hartstikke makkelijk. Een beetje op en neer, maar ja. Was leuk, ja, en was zonnig onderweg. Het is nu een beetje bewolkt aan het worden. Ja. Ruim terug. Tada! Dat krijgen wij niet op. En jij bestelt nog extra patatjes. Ja, inderdaad. Ik bestel nog wel extra patatjes ook. Ik denk van, krijgen we zo'n klein scheidbeetje, maar lekker. Moet je binnen 3 dagen mee bezig om het op te krijgen. Ja, maakt niet uit. Ga lekker eten. Hey, Hex. Ik denk al, wat zit er toch voor de lens? Dus het kabeltje van mijn batterij. Ik zeg, een van de kuuroord zit hier. En dat loopt dan via een vijver. Uit de bergen vandaan loopt dat door. Ik denk dat het iets van een visvijver is of zo. Met forelletjes erin. Want voor mijn neus heb ik hier een hek staan. Dat die beesten er niet overheen springen of zo, weet ik veel. Kijk, we hebben een stukje gelopen. En dan lopen we achter het zwembad langs. En dan komen we zo. Is die hond ook een ondernemend beestje? Ja, je laat er 2 tellen los en ze gaat gewoon de eigen gang.
Dus je denkt, hup, riem is weg, we kunnen weer hobbelen. Nee, kijk, en dan kom je hier aan de achterkant. Kom maar. Kom je gewoon weer achter op de camperplaats uit. Oh, je hebt hier ook nog wc's aan de achterkant. Nou, dan kunnen we hier ook tenminste van de wc gebruik maken. Het is wel een grote camperplaats, hoor. Een dik 60 plaatsen. We zijn nog even aan het wandelen en we komen langs een bordje Urftzee. Een heel groot gebouw midden in het bos. Ik heb geen idee wat het is. Ik zal straks eens even Google zal ik opzoeken wat het is. We lopen nog een rondje met de hondjes. Om wandeling. Het is nu 4:30. Alice die heeft net 1,5 uur liggen slapen. Voor een klein tukje. En ja, nou de hele middag heb je in je camper liggen pitten. Wel lekker, maar zo zonde van je tijd. We gaan eventjes bij die stroomversnelling kijken. Misschien ook wel leuk. Nou, het zag er vanaf een grotere afstand, zag het er spectaculairder uit dan dat het is. Het stroomt iets harder. Hé? Ja, het was, het is nu niet... Het is minder spektakel als dat het eruit zag. We gaan weer lopen. We zijn eruit. Het is een jeugdherberg wat we gezien hebben. En je hebt er ook een wandelpark. Daar gaan we nu in. Doet hij het nou wel? Ja, verdomd. Nou, wat een gedoe met die afstandsbediening elke keer, zeg. Jeetje. Nou, we zijn naar boven gelopen. Hier beneden staan de campers. En we hebben het pad gevonden wat we willen gaan volgen. 1,4 kilometer naar Gemoend. Ik ben benieuwd waar we eindigen. Rex is toen net ook al naar boven gelopen. Hé, Rexie? Goed, hè? Kanjetje is het. Nou, we lopen nou boven. Blijf eens even staan, Lies. Leuk experiment. Zo, daar ging niet zo wat. Dit is best hoog, ja. Nou, Rex doet gewoon.
Jippie wil echt aan... Jippie wil echt aan elk sprietje wil ze snuffelen. Niet normaal. Ja, inderdaad, daar staat hij. Nou jongens, dit waren onze 4 dagen in Duitsland. Volgende keer gaan we weer op pad. En dan maken we weer filmpjes. Doei. Uier bij te kijken. Nou jongens, omdat je moeder zo uier erbij stond te kijken, doen we er wel nog eentje. Ja. Nou, dit waren onze 4 dagen in Duitsland. Volgende keer als we op pad gaan, maken we gewoon weer filmpjes. Kunnen jullie weer meekijken. We hopen dat jullie deze leuk hebben gevonden. Doei, liefies. Doei.